Feestvierende spelers van FC Eindhoven in de bus op weg naar het eigen Jan Lauwersstadion. Daar stonden hun supporters hen vannacht op te wachten in een erehaag. We hebben een hele reis feest gehad. En dit is gewoon kippenvel, dat is leuk, dat is mooi. Ja, dat is fantastisch. Maar als je ziet waar we vandaan komen en waar we een half jaar geleden stonden. En je ziet nu dit. Ja, dit is gewoon 180 graden gedraaid. Dit is echt de periodetitel van heel FC Eindhoven en de stad Eindhoven. We hadden redelijk wat drank. We hebben met z'n allen redelijk wat dingen gepakt. Ja, mooi. En ons feestje is nog niet afgelopen. Dus, Eerder op de avond in Veendam kroonde invaller Bart van der Neden zich als de held van FC Eindhoven. Hij scoorde na 89 moeizame minuten de bevrijdende treffer voor zijn ploeg. Je wordt erin gegooid om te proberen nog iets te veranderen aan die wedstrijd. En goed, als dat op deze manier lukt, ja, dat is fantastisch. Zoveel fans die meegereisd zijn, helemaal hier naartoe. De spanning die er was bij de groep voor de wedstrijd. Voor veel jongens is dat toch nieuw natuurlijk met deze drukvoetbal. Dat zag je ook wel in het spel. Maar dat we het dan toch, tot een goed eind brengen, dat is fantastisch. FC Eindhoven mag door het winnen van de periodetitel aan het eind van het seizoen meedoen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Een mooi toetje voor de club die een half jaar geleden nog dreigde failliet te gaan en bovendien dit jaar haar 100-jarig bestaan viert. Onvoorstelbaar, ja. Een mooiste cadeau voor het 100-jarig bestaan dit. Een jaar geleden zei iedereen, houd er toch mee op, want het wordt nooit meer iets. En hier staan we dan, zo trots als een pauw met z'n allen. En zoals Jan Poortvliet al voorspelde, bleef het feestje in Eindhoven nog even voortduren. Jarenlang onderin gestaan, elke week kijken van, zal het een keer gebeuren? En al gebeuren, ja, dat is, ja, kijk, tranen in mijn ogen. Zo mooi, echt waar.